Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben er vandaag mee met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hallo. Zo, dat was een hele onverwachte intro voor mij, maar, of ja, het gedeelte van Ido, maar oké, dat maakt niet uit. Hey, we hebben de 1000 bezoekers aangetikt. Heb jij de 1000 bezoekers aangetikt? Oké, als dit de video is die waarbij Ido de hele tijd zo gaat praten... Ik zeg het je, ja, ik vind het heel creepy. Heel erg sexy hoog. Oh nee. Een twister trein zonder vloer. Oké. Op 5 september. Wat vind je wel een rare twist aan? Padam. Aan mijn attractie doet het wel redelijk goed. Hoe hoog staat geld eigenlijk? 2,70. Heb jij die zo ingesteld, Dido? Wat? De foto gedeelte. 2,70. Dat is ook het hele park hetzelfde. Even kijken, wat zeggen de mensen ervan? Erg goedkoop. Ja, is erg goedkoop, ja. Nou, omhoog die shit. Maar ja, vandaag wil ik even die leningen even weer proberen weg te halen. En ik wil vandaag die 2000 bezoekers halen. Nou, dan wordt dus heel wat geld investeren in marketing. Maar niet alleen dat, ook gelijk ook nog eventjes in de... Gooi. Maar ja, denk jij dat... Hé, hey, staletje straks daar. Maar denk jij dat mensen niet... Hé, hey, een nieuwe achtbaan. Ja, nee, dat zei ik net. Maar denk jij niet... Nou, Mark, we hebben een nieuwe achtbaan, hè? Maar denk jij niet dat... Zou ik daar een nieuwe wc-gebouwtje bij bouwen? Ido, laat me zijn praten, god, maar dan maar. Zo, die koos is snel triggerd. Ja, vind je het gek, je... Je zorgt er ook heel tijd voor. Nou, wat ik dus wel vraag. Nou, ik wil even een wc-gebouwtje erbij. Wat ik dus wil vragen is... En die ga ik even snel openen. Vinden die bezoekers het wel leuk als het zo druk wordt? En zo weinig ruimte is om te lopen? Ik denk het niet. Oh, zeker wel. Dus ik heb waarschijnlijk nog wel een idee om misschien nog ergens een voetpad naar aan... te liggen. Dus ik ga even een voetpadje aanleggen, als je dat goed vindt. Nee, niet daar. Anders deze kant. Zo, done. Zo, done. Lekker voor de bankjes en zo neerzetten. Oké, okay, welke bankjes waren er? Jij hebt even bij mij de padaccessoires. Doe ik de schoonmaak zelf regelen. Oké. Want ja, daar moeten we gewoon een beetje aan denken, dat het gewoon niet te druk wordt op die voetpaden. Want ja, dan gaan ze denken van, what the fuck? Het is zo druk hier. What the fuck, mate? What are you doing? Dat is iets. Allee, voilà! Allee, monsieur. Allee, monsieurie. Ja, ik kan geen Frans. Ik ook niet. Of ja, ik heb het nooit gehad, laten we maar zeggen, dus... Ja, ik kan Frans. Wacht even, ruimteringen 2 heeft geen pad vanaf de uitgang. Oh, je hebt een nieuwe attractie gebouwd. Wonder, wonder, ja. Oh, je hebt een nieuw pad gemaakt. Wonder, wonder, ja. Oh. Ja, alleen Mark. Het klopt helemaal. Dacht, dat wist je nou. Nee, dat wist ik niet. Misschien ga ik gewoon dus, een attractie bouwen die ik eigenlijk nooit bouw. Dat is de mini-helikopters. Het kan werken, of het kan gewoon heel... Ik voel hier een cringe factor 10 out of 10 opkomen. Zoiets. Laat ik dat ding maar eens zeggen, even neerproppen. Plop.
Mark, druk dan niet daar. Ik heb expres hier dat nieuwe hoek aangemaakt. Open gezet. Om daar wat meer mensen naartoe te krijgen. Bouw je het precies daar in die... Ja. I get ya. Katja. Nog een kop. Dat is Pokémon achterstevoren. Oké. Okay. Zo heet het project van het MBO. Nollekop. In plaats van, dat was een Pokémon game. Dat ik nagebouwd heb. Alleen we hebben het geen Pokémon genoemd, maar Nollekop. Ah. Ah, juk hem hoofd. Zo. Ik denk dat ik bij dat helikopter gebeuren misschien ook een klein bankje daaronder ga aanleggen. Mark. Ja. Ik dacht, je bouwt het nog wel verder weg. Maar is goed, daar. Zug. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Jongens, ik weet niet wat iedereen allemaal zit te doen, maar hey, sure. Sorry, ik zit een beetje in een meme stemming. Baby... Maar ik denk dat ik mijn paard even ging doen met prullenbak en alles. Oh nee, eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Volgens mij vroeg ik dat wel. Ja, nou ja, ik had gewoon die... Dat stukje pad... Heb ik gewoon voor mij zijn ding aangelegd gebeuren. Iets in de richting ervan. I don't know what the fuck ik allemaal wil zeggen. Maar oké, dat maakt niet uit. Alleen maar dat je moet wel goed nadenken voor het geheim. Dan moet ik een hele video zo opnemen. Alsjeblieft niet. Hey, het gaat regenen. It's raining, man. Nou, bij mij eigenlijk in ieder geval niet. Oké. Okay. Wat heb je gedaan? Informatiekiosk. Hey, een park met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Komt het dan niet meestal ook bezoekers naartoe? Ja. Ah. Nou krijgen we geld. Maar ik denk echt dat ik bij die mini-helikopters gewoon even een klein parkje aan ga maken. Moet je doen, er komen ook meer mensen op af dan. Ja, oké, dat is wel goed. Ik heb even heel geconcentreerd bankjes neerzetten. 14 mini-helikopters, dat lijken me er een beetje te veel. Nee joh, juist doen. Oké. Okay. Die is al nog meer. Hoeveel wil je dat dan? Zoveel mogelijk. Nou, dat zijn er 9. Dus nou staat de hele baal vol. Dat kan me echt geen hotdog schelen. Oké, okay, ga ik maar eens even met een parkje beginnen. Eerste keer dat ik in deze serie een parkje ga aanleggen, maar hey. Even zien, een mooie. Mag ik hem opengooien? Ja, je mag wel open. Nou, bouw ik dus even een achtbaan, met 4000 namelijk. Heb je de lening toevallig al afgesloten? Nee. Nu wel. Je had een vette kale achtbaan gemaakt, de vorige keer. Ik weet niet wat dat voor achtbaan is. Moet je even kijken. Ik vind het soms wel irritant hoe je dit allemaal moet aanleggen. Nee, niet daar. Ga weg. Goed, zo. Oké, dan hier mooi.
Zo, en in dit hek maak ik allemaal plantjes en bloemetjes en bomen. Maar wat voor bomboempjes zullen er goed bij passen? Wat? Het komt precies uit! Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent, maar dat zie ik vanzelf zo. Oké, bij mij laat dat hele ding niet in, dus ik denk dat ik het maar eens even in de tussen de aflevering maar eens even moet gaan reconnecten, denk ik. Maar wacht, is het niet het ding dat als de plantjes uitdrogen, dat die schoonmakers dat dan ook weer regelen, of? Ja, dan moet je even wat schoonmakers opzetten. Oké. Doe een barrel roll! Ik kan het niet plaatsen, je hebt niet genoeg geld. Oké, okay, dan... Mark, mag even uitgeven. Oké. Okay. Tenties zijn afgelopen. Dat meer bezoekers hebben. Ja, maar ze zeggen dat ik maar 62 euro heb en je bent marketingcampagnes aan het regelen, maar van ja. Ik denk dat ik beter even gewoon gauw even kan reconnecten, zodat ik ook precies kan zien wat Ido allemaal aan het maken is. Spira back. Maar zie je hoe snel het geld gaat? Ja, gaat wat. Jemig, wat de fuck heb je allemaal gemaakt? Holy shit. Mag ik al verder? Hè? Ben je al verder met de opname nu? Ja. Maar dat stuk even eruit knippen, oké? Okay? Doe dit eventjes. Ik weet niet waar je het precies over hebt, maar... Wat ik dus net zei, na dat reconnecten. Oh. Ga je nu meteen verder. Nou, Doe dit even uitknippen? Ja. Nou, we zijn er weer. Zoals je kan zien heeft Ido al een best wel hectisch plan gemaakt. Plan van aanpak of iets dergelijks. Plan de campagne. Dat kan ook. Behalve, ik ga deze aflevering nog eventjes een beetje bezig met het parkje. En schoonmakers, dat komt dan deze of de volgende aflevering. Dat zien we dan wel. Ik zijn het rood. Ja, ik ook. Dus dan moeten we maar even wachten. Ik vind het wel lekker druk in ons park. We hebben in ieder geval 500 bezoekers sinds het begin van deze aflevering erbij gekregen. Dus super. Hoeveel hadden we nodig? 3000. 3000. Dus we zitten eigenlijk al op de helft. Helft van... Ongeveer de helft. Wat een achtbaan, hè? Ja. Helft van het jaar en de helft van de bezoekers. Nou. Of ik ga de volgende aflevering even met het parkje verder. Want ik heb in ieder geval de hekken zo al staan. Ik ben bijna klaar. Zoals ik ze wil. Maar oké. Okay. Maar ja, natuurlijk even de fotoactie gedeelte. Oh, ik wou zeggen, gelijk zo'n niet-hoekbocht. Gewoon een normale platte bocht. Ik dacht van, heb je er gewoon remmen op? Ja, blijkbaar wel. Maar mensen gaan in ieder geval wel in die melee. Dus dat is wel fijn. Al is het nog niet helemaal af met de decoratie, laat ik maar zeggen. Jee, we zitten weer in de min. Oh. Wow! Hier niet meer. I like it. That's the way. I like it. Maar mijn fladder achtbaan, die doet toch goed. Maar één stukje, dan ben ik er. Dan. Nice. Nou, ga ik nu nog even verder met het parkje. Oh, nog een ingang aanleggen? Nee, dat is niet nodig. Ik leg pas even het pad aan. Uh,
Even kijken, misschien nog iets van een dolfijnfontein of zo in het midden ergens. Dat kan. Hier is wel een leuk plekje ervoor. En hier. Nee? Ja, hier. Ja, als je kijkt bij hoe ze dat pad weer aanleggen. Aantal bomen. Nee, je mag helemaal niet hier komen, jij. We gaan weer achtbaan eens lekker testen, jongen. Doe dat. We hebben 3 treintjes. Maar het was voor mij best wel vrij heftig aan. Ja, dat lijkt me ook wel. Even zien, nog wat meer bloempjes. Nog even, advertenties zijn weer afgelopen. Oef. Hij haalt het. Dat is positief dat hij het haalt. Ik heb het eigenlijk nog niet helemaal kunnen zien. Maar hey. Nou, kijk maar. Vraag me alleen af waarom die... Oh nee, ik weet al waarom. Ieder zo'n schuine bocht heeft voor die eerste helling. Met die kettingheuvel. Maar dan gaat hij gewoon een stukje omlaag. Ja, appa. Nog meer bouwen. Oké. Okay. Je speelt. Ja, maar ik zit even te kijken. Maar hij valt ook best wel mee eigenlijk. Ja, de snelheid die hij heeft, die valt ook wel best wel mee. Dat vind ik eigenlijk op zich wel behoorlijk positief. Je had veel heftiger verwacht. Ja. Zoiets en dan nog een van die blauwe bloempjes erbij. Ja, blauw en roze, waar zal dat toch vol staan? Voor liefde. Hoog. Plezierwaarde hoog. Intensiteitswaarde hoog. Misselijkheidswaarde 2.9. Ik hoor er van allemaal mee. Maar deze gaat open dus. Nou, laatst een paar bloempjes en dan ben ik klaar voor deze aflevering. Nieuwe voertuig is beschikbaar voor omgekeerde mini-achtbaan, liggende karretjes. Oké, okay. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik het parkje ook mooi aangelegd, een beetje bloempjes, een aantal boompjes zitten er gewoon een beetje tussen, nog random geplant. En nog... Weet ik dat ik nog mis? Hè? Weet ik dat ik nog mis? Dat is? IJskubus. Rip. Even kijken. Gelijk nog even busjes van. Zullen we dit eigenlijk in de volgende episode losgooien? Ja, lijkt me een goed idee. Er gaat eventjes nog even een schoonmakertje op dit gebeuren. Ik kan het eigenlijk helemaal niet zien. En ik heb een vraag aan jullie. Laat even achter in de comments het woord banaan. Dan weet ik precies wie langs blijft kijken. Aan het einde. Ja, dat kan ook. Niet verwacht, maar hey, sure. Oh. Moeilijk zien wat het allemaal is dan heeft. Bloemen water geven. Jij gaat dat alleen maar doen. Behalve, ik ga nu deze aflevering dus afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like en abonneer je op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.